Hallo en welkom bij Paul's Model Train Stuff. Vandaag heb ik een Pico ICE 3NS eerste klas rijtuig. Ik heb deze overgenomen van iemand die mij vertelde dat de stroomleiding kapot was. Dus ik dacht dat is een hele mooie laatste aflevering die ik in mijn oude schuur maak. Want tegen de tijd dat deze aflevering online komt, ben ik druk bezig aan de klussen in mijn nieuwe huis. Maar wat blijkt, ik heb hem doorgetest en hij doet het gewoon helemaal. En dat betekent dat ik eigenlijk geen materiaal heb. En dat ik alleen maar te melden heb dat het de komende tijd rustig gaat zijn op dit kanaal. Ik maak nog één aflevering die van de huidige plek waar ik opneem en de nieuwe, denk ik. En als er een pakketje binnenkomt, kan het zijn dat er tussendoor nog eentje, een aflevering komt van een structontrein. Als ik dat op tijd binnenkrijg en ik heb tijd genoeg. En anders gaat het pas gebeuren ergens halverwege mei. Dan denk ik dat ik het weer wat rustiger heb en weer wat meer tijd heb. Dus een beetje een andere aflevering dan normaal. En ik zou zeggen, wens me geluk met het nieuwe huis en verbouwen. En deze gaat dadelijk de verhuisdoos in. Klaar om op transport te gaan. Dus bedankt voor het kijken. En ik hoop dat ik jullie allemaal weer terugzie over een aantal weken. Vanaf misschien al vanaf een nieuwe plek. Misschien nog vanaf hier. Dat ligt een beetje aan hoe soepel de verbouwing loopt. Dus tot een volgende keer.